één bekerfinale tussen beide clubs. En die werd gewonnen over twee wedstrijden door Feyenoord. Dat was weer een pannen. En uiteindelijk een vrije trap voor Feyenoord. Lozano, drie PSV'ers in de 16. Til daar ook bij. De voorzet komt dan laag. Dat is niet waar. Niet zo handig gedaan. Uiteindelijk toch. Lozano. Krijgt hij de bal bij De Jong? Dat is de vraag. Die staat er goed voor, maar de voorzet komt er nog niet. Dest. Feyenoord niet briljant uitverdedigd. Lozano. Draait die bal daar goed en dan wordt hij verlengd en op de buitenkant van de paal gekopt. Lozano wil hem graag diep, weer randje buitenspel, mag voorlopig door. Bakayoko rand 16. Niet goed teruggelegd en dan ook weer alsnog de slechte paas. Gitterman mee. Ruimte om uit te halen en dan is het raak. Timber, Feyenoord leidt. Lozano. Tilman al struikelend. Toch nog Lozano. Wel maar gewoon verder. Lozano. Boscarli. Laatste keer PSV in de aanval in de eerste helft. Lozano zal terug moeten. Dest. Voorzet. Kopballetje van Bakayoko. Til niet. Een nederlaag tegen Emmen. 34. En nu staan daar opeens tussen Mauro Junior en Van Aanholt op dat middenveld. Dat is extra optie daar op het middenveld aanspeelbaar. Goeie paas binnendoor. Prachtig gespeeld door Boscarli. Terugleggen is goed. De kans is daar. Gered. Nog een keer gered. Bijlo met een hoofdrol. Deze. Dan moet Lozano terugleggen en komt. Dan moet Lozano terugleggen en komt Des daar een fractie te laat. Wel opgepikt door Mauro, maar dat gaat. Uit is. Lozano. Til en De Jong wachtend op een voorzet. Hij probeert het zelf in de korte hoek. De voorzet komt er dus niet. Weinig gezien. Noah Lange bij